Vandaag testen we een auto waar elke autokenner appreciatie voor heeft, omdat het een bangelijk machine is. De Audi RS6. Je hebt twee soorten sportwagens. Eén met een slecht karakter, waarmee je moet vechten om snel te kunnen gaan. En ander waar alles vanzelf lijkt te gaan. Wel, de RS6 is er zo één. Ja, hij maakt het je gemakkelijk. Luchtvering, klimaatregeling met drie zones, dubbele beglazing, virtuele cockpit en zelf aansluitende lederen zetels. En het voornaamste, een V8 biturbo 4 liter 600 pk. Ideaal dus om een knappe chrono te rijden vanuit je luie zetel. De RS6 is een complete atleet. Een supersonische sprinter in launch control mode of een zuinige marathonloper op vier cilinders. Want hij is uitgerust met cilinderdesactivatie. Maar het is ook een gewichtheffer met zijn bodybuilders postuur en grote romp. Perfect ook voor gemengd gebruik met 2x G. Want ook G-krachten kan je verwerken in deze auto. Met zijn quattro vierwielaandrijving zorgt de RS6 voor meteorische prestaties, ongeacht het weer. Zijn sportdifferentieel zorgt voor de wendbaarheid en stuurt tot 85% van het koppel naar de achterkant. 800 Newtonmeter toch? Nekspieren trainen dus. 12 seconden van 0 naar 200 km per uur en een top van 305 km met het RS Dynamic Plus pakket. En daarmee is het de snelste break ooit. Gelukkig heeft Jeffrey een dikke nek. Ja, en straks een stijve nek. Jammer dat het nat is, het circuit van Zolder vandaag. Geen stress, we hebben toch 4x4. En go! Newtonmeter meer dan het vorige model en dat was al de referentie. Duimsvellingen is wel gevaarlijk om op die curbs te rijden. Keramische remmen, daar kun je echt op rekenen. Come on, 600 pk bij 6000 toeren en top!